De Finabank NV gedenkt vandaag haar 30-jarig bestaan met een donatie van elk $3000 aan drie instellingen. De instellingen staan in de districten waar de bank haar filialen heeft, namelijk Wanica, Nikeri en Paramaribo. Volgens Almar Gispers, commercieel directeur van de Finabank, zijn zij er trots op dat zij deze mijlpaal hebben kunnen bereiken. De leiding heeft ervoor gekozen dit heugelijk feit samen met de klanten op gepaste manier te gedenken. En ook vandaag, de 20e, elke baby die geboren wordt in Suriname, daarvan kunnen de ouders of de verzorgers aanmelden. En dan zullen we daar hebben ook een presentje voor. En wat we ook doen is, we hebben drie instellingen benaderd. Dat is Stichting Matuku, Huize Albertina en Zuster Dankers Huis. Die we elk een donatie hebben gegeven. En dat zijn, we hebben voor die instellingen gekozen omdat ze iets minder bekend zijn. Maar natuurlijk een hele belangrijke rol hebben in de gemeenschap. En ook omdat de instellingen in elk Paramaribo, Wanica en Nikeri zitten. En dat vertegenwoordigen wij natuurlijk ook als Finabank. Gisbert stelt het vertrouwen van de Surinaamse samenleving zeer op prijs. Omdat stilstaan geen optie is, hebben zij 30 jaar kunnen bereiken. De Finabank heeft op 5 locaties een filiaal en heeft een personeelsbestand van 238 medewerkers. Meer over 30 jaar Finabank krijgt u komende woensdag in ons actualiteitenprogramma in gesprek met om 5 uur 's middags via kanaal 12.1.